memory. I'll be there. Ik ben het alleen zijn zat. Zo simpel ligt dat, ja. Ik heb nog een hele tijd te gaan. En dat wil ik wel met iemand delen. Maar niet alleen de winkel, want dat is bijzaak, is hobbymatig. Ik wil leuke reisjes maken, een kort weekend of een lang weekend, of van de winter op vakantie. Dat is de bedoeling. Han is, zoals hij zelf zegt, een gevoelsmens. Het deed hem dan ook erg veel pijn toen zijn vrouw overleed in 2020. Sindsdien heeft hij wel relaties gehad, maar de ware zat er niet bij. En dus is hij alleen. En nou kom ik elke avond thuis. En dan maak ik in mijn winkel heel veel mee. Maar ik kan dat niet delen. Ik wil gewoon 3-4 avonden in de week, 3 om te beginnen. Als ik thuis kom, dat ik zeg, nou vandaag heb ik dat meegemaakt en heb ik dat meegemaakt. Dan ga je dat vertellen. Maar ik moet nu alleen maar hapje eten klaarmaken. Soms wordt het wel 19:30, want als ik dan thuis kom en ben moe, neem ik eerst een pilsje. Ja, en ik ben het alleen zijn zat. Han is op zoek naar een vrouw die er leuk uitziet, tussen de 70 en 80 jaar oud. En ze moet warmte en liefde uitstralen, want dat doet Han ook. Bent u nog vrij? Dat wel, maar ik zoek geen man. Nee, is geen optie voor mij, want ik ben veel te jong. Nee, ik heb mijn lieve man gehad. Eindjes, goed. Mocht u het wel zien zitten met Han, laat het ons weten. Hij kan niet wachten tot hij een nieuwe liefde heeft. En echte liefde is diep. Echte liefde houdt bij mij in dat je kruipend naar haar toe wil, bijvoorbeeld. Dan denk je, ja, daar ga ik voor door het vuur. Ik wil ook een vrouw voor het leven en niet voor even. En die liefde, die moet je ondergaan. Die is voor jou bestemd.